Wie doet hier de boodschappen thuis? Dat doen we samen. Althans niet tegelijkertijd, maar meestal geldt het zo dat mijn vrouw door de week boodschappen haalt en ik op zaterdagmorgen altijd een beetje de grote boodschappen haal voor de hele week. Nou, ik ga bijna ieder weekend samen met mijn vrouw Mariette de boodschappen doen. Dat is iets wat we gewoon altijd samen doen en proberen we ook echt vol te houden. Dan gaat u met een lijstje door de supermarkt. Ja. En, achter de kar en nou, lijstje, ja, we hebben soms wel eens wat opgeschreven, maar vaak weten we het ook wel. En dan vullen we samen die kar en nou, brengen we het ook weer netjes samen thuis. Ja, ik krijg regelmatig ook wel vermaningen mee dat ik iets zuiniger aan moet doen bij de zaterdagochtend boodschappen als de rekening wat te snel naar beneden gaat. Dus ik krijg er wel wat opdrachten mee, maar ik heb altijd één afspraak met mevrouw gemaakt. Geen lijstjes mee. Ik moet wel naar eigen inzicht kunnen de boodschappen kunnen doen. Ik doe gewoon echt de standaard dingen van drinken, brood en die dingen die je echt voor het weekend en daarna nodig hebt. En houdt u dan ook nog wel even goed bij van hoeveel erin en eruit komt? Nou, dat doet zij vooral. Eigenlijk al vanaf het allereerste begin dat wij getrouwd zijn. Daar heeft zij een bijzondere vaardigheden voor. Vindt ze ook leuk om te doen. Dus mijn vrouw is een beetje de boekhouder thuis. Ja, de kinderen krijgen zakgeld. En we hebben dat ook weer onderverdeeld in geld waar ze, wat ze gelijk mogen uitgeven, waar ze mogen sparen voor leuke dingen of voor speelgoed of voor wat dan ook. En voor geld om te sparen voor later. En weer geld voor een goed doel. Je kunt niet meer uitgeven dan je hebt. En nou, misschien moet je soms ook wel eens afvragen of je altijd maar alles moet hebben. En ik gebruik heel vaak het voorbeeld van de iPad. Mensen kopen een iPad 1 en dan komt na een half jaar komt iPad 2 en die kan net weer ietsje meer. En dan iPad 1 doet het natuurlijk nog uitstekend, maar dan wil je misschien toch weer die nieuwe hebben. Ja, inmiddels is er alweer een soort iPad 3. Ja, mensen, we moeten ook een keer tevreden zijn met wat we hebben.